Dames en heren, goedenavond. Volgens mij heeft burgemeester Snijders een half uur geleden het record verbroken van de snelste vergadering van 2016. Ik denk niet dat ik daar overheen ga. Maar dat is natuurlijk ook niet het doel op zich. Laten we een goede vergadering hebben. En ik wou beginnen met de opening. Die heb ik bij deze verricht. En dan de agenda vast te stellen. Daarbij agenda punt 4 is de grondexploitatie toegevoegd aan de stukken in notubox. En bij agenda punt 5 is de verordening op enkele punten aangepast. Een brief van het college daarover. De vraag is, kunt u leven verder met deze agenda? Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar agenda punt 3. Het spreekrecht heeft zich niemand gemeld. Ik zie ook geen mensen opstaan. Dat betekent dat we tot nu toe in hetzelfde tempo door kunnen. Agenda punt 4. Aankoop Polen-Dwarsweg 2. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Botter, meneer Gelling, meneer Odink en meneer Roderwond. Ja, oké. Okay. Ik ben de CDA niemand. Oké. Dan beginnen we linksom. Gaan we naar meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, aan de orde is Polen-Dwarsweg, de verkoop van het perceel ook aan de Matenweg. Goed initiatief, voorzitter. Graag zouden wij benadrukt willen hebben de rol die de gemeente Hardenberg op zich neemt. En dan met name richting de provincie Overijssel. Want die provincie Overijssel die zal haar goedkeuring moeten geven tot wijziging van het bestemmingsplan van het buitengebied aan de Matenweg. En het verzoek van de fractie van Opkoers.nu is of de gemeente zich tot het uiterste wil inspannen om die hele sessie richting provincie, om die met goed gevolg af te ronden. De zaak die speelt al sinds 2007 en het zou een ontzettende goede zaak zijn voor de betreffende familie om dat zo snel mogelijk af te ronden en dat het een zorgeloos project voor de betreffende familie zou worden. Graag een korte reactie van de portefeuillehouder over met name dat laatste. Oké, meneer Roderwond. Voorzitter, dank u wel. Op zich een charmant plan om een familie die zich wat bekneld voelt tussen hun woonsituatie en gemeentelijke plannen anderzijds te helpen met hun woongenot, zeg maar. Echter, toch wat vragen over dit plan, die zijn gerezen bij het lezen van het voorstel. Graag zouden we antwoord willen hebben van de portefeuillehouder op de volgende punten. In 2012 hebben we begrepen is er een concreet bod gedaan dat in ieder geval behoorlijk wat hoger is dan het huidige bod is ingetrokken omdat er geen bedrijventerrein zou komen. Nu er nieuwe ontwikkelingen zijn, is er een nieuw bod gedaan. En dat verrast ons op twee manieren. Ten eerste de wijziging van het bedrag wat is aangeboden. Is de gemeente Hardenberg daarmee nog wel een betrouwbare partner wat dat betreft? Kan je zomaar een bod dat er ligt en dat echt al concreet was wijzigen richting de bewoners? En ten tweede, lijkt er in het voorstel nog steeds sprake te zijn van dat bedrijventerrein, zij het dat dat op de lange termijn zou moeten worden gerealiseerd. En dat bevreemdt ons ook omdat er altijd sprake was, in mijn beleving althans, dat dit terrein werd afgewaardeerd tot agrarische grond en dat het AZC slechts een tijdelijke voorziening was. Daarbij dus ook even een brug slaand naar de volgende vraag, het AZC. Komst van het AZC lijkt de directe aanleiding te zijn voor dit voorstel. En daarmee vragen wij ons af, scheppen wij daarmee niet een precedent? En dan gaan de gedachten ook weer eventjes uit naar de vergadering van onlangs, waarin wij werden opgeroepen om juist geen precedent te scheppen voor individuele gevallen. Want als je dit huis koopt vanwege de komst van een AZC, dan zou je een aantal huizen in de buurt ook mogelijk moeten en willen opkopen. Dat is een punt. En als dit de directe aanleiding is, is mijn vraag, onderkent de gemeente dan nadelige effecten van de komst van een AZC? Waar wij liever kijken naar de
mogelijke voordelen die de gemeente zou kunnen hebben van de komst van een AZC. Daar wilde ik het voorlopig even bij laten. Oké, we gaan zo de reactie horen, denk ik, van de wethouder. Meneer Gelling? Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Rodemond zegt verstandige dingen. Niet dat dat nou een opmerking waard is, dat hij dan anders niet zou doen, maar ik sluit mij daar wel bij aan voor het grote gedeelte. U voelt echt de vraag van mijn fractie al aankomen. Daar waar het hier een begrotingswijziging betreft met ter beschikking stellen van een krediet, in dit geval 346.000 euro. Ik had bij de begroting begrepen dat u nogal strak in het vest zat. Dus ik vraag mij af of de schuldpositie en de daarbij behorende netto schuldquote, enfin, zou niet verbazen, daartoe nog ruimte biedt. Verder, nu we het toch over financiën hebben, was ik wat verbaasd over de bijlage die is toegevoegd. En even, op het laatste moment praktisch, wordt daar ook gesproken over een verwervingskostenbedrag van 12.000 euro, terwijl er bij de inkomsten 150.000 euro wordt genomen. Dat betekent in mijn eenvoudige beleving, voorzitter, dat er bij de verwerving jaarlasten worden genomen, terwijl bij de inkomsten de hele MEP in één keer wordt betrokken. En ik vraag me af of dat terecht is, te meer omdat in mijn beleving de aanschaf gaat naar de begroting en de verkoop uit het grondbedrijf plaatsvindt. En dat zijn volgens mij appelen en peren die met elkaar worden vergeleken en in ieder geval met elkaar verrekend worden. En ik vraag me af of dat helemaal terecht is, maar graag de reactie van de portefeuillehouder. Dan zie ik nog wel de 14.000 euro met enig goed fatsoen terug die genoemd wordt in op pagina 1 onder sub 2, maar niet de 31.000 euro die vervolgens in 2017 de kennelijke kostprijs van dit perceel gaat opleveren. Dat is bijna een verdubbeling en dat is meer dan een verdubbeling. Ik vraag me af waar dat ineens vandaan komt, zo na één jaar. Dan vind ik het wat merkwaardig als in een gemeentelijk stuk staat dat er geen directe noodzaak tot verwerving is, maar daar vervolgens wel wordt besloten om toe over te gaan. Wellicht dat dat aansluit bij meneer Rodemond, maar ook daar zouden wij graag wat over willen weten. En wat mijn aandacht heeft is dat u zegt dat er thans wordt overgegaan op de waardering naar de marktwaarde. Dat lijkt mij niet meer dan normaal, maar de interesse is wel gewekt wat dan de vorige bieding voor onderliggende waarde had, als dat geen marktwaarde is geweest. Dus wellicht dat daar ook nog een kleine toelichting op zou kunnen komen. Nou ja, het bedrag wat positief is, waar u mee eindigt, dat is goed nieuws in de grondexploitatie. Maar ik vraag me af dus of de appelen en peren die uitslag ook rechtvaardigen. Daar wil ik eerst bij laten, voorzitter. En ik wacht uw reactie graag af. Dank u wel. Dank u wel, meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als fractie al een aantal vragen gesteld, technisch zeg maar. En daar hebben we vandaag ook keurig antwoord op gekregen. Er blijft nog wel een vraag over, of een tweetal vragen feitelijk. In het voorliggende stuk wordt er gesproken over een aantal argumenten. En een van die argumenten is dat met de verkoop van een landbouwperceel als wijkerskavel wordt een meerwaarde gecreëerd die ten goede komt aan deze transactie. En wij zijn even op zoek naar die meerwaarde. Dus welke meerwaarde is hier dan sprake van en voor wie is dan uiteindelijk die meerwaarde? En de andere vraag is eigenlijk van, heeft de gemeente ook andere locaties overwogen dan de Matenweg? Waarom is men, zeg maar even specifiek, bij die Matenweg uitgekomen? Oké, volgens mij waren dat dan tot nu toe alle vragen. Zou ik eigenlijk de wethouder willen vragen of die vragen wil beantwoorden? Voorzitter, ik heb ook een vraag. Ik heb een vraag aan de heer Gelling. Of ik de vraag over het netto schuldpoort mag beantwoorden of dat collega Janssen dat moet doen. Ik heb begrepen dat het college uit één mond spreekt, meneer Prinsen. Dus wat mij betreft mag u dat doen. Maar als u voorzitter, dan kom ik tot de conclusie dat de VVD heel snel leert. Dat is een juiste constatering. Ja. Goed, alle gekheid op een stokje. Wij zijn bezig geweest met de voorbereiding van de realisatie van Heemse Poort. Dat zijn trajecten die vrij lang in beslag nemen. We hebben een structuurvisie hebben eronder gehad. En op basis van die structuurvisie zijn we bezig gegaan met de aankoop van gronden. In 2011-2012 hebben we ook onderhandelingen in dat gebied gehad met de familie die hier in dit stuk genoemd staat. En ondertussen kwamen we er ook achter dat de crisis toch meer impact had dan we hadden verwacht. En we hebben daarop in 2012 besloten om dat afwaardering over te gaan om zo het grondbedrijf in een goede positie te krijgen, maar ook om helder te hebben wat zijn de risico's voor deze gemeente. En
Een van de dingen die daar toen ook uit voortvloeide was dat aankopen die nog niet onherroepelijk waren, ja, dat we daar nog eens heel kritisch naar zouden kijken. En op het moment dat wij in onderhandeling waren, lag er een vraagprijs en er lag een bieding die dusdanig ver uit elkaar lag, dat wij hebben gezegd, wij stoppen die onderhandelingen. Ook gegeven opmerkingen uit de raad over nog aankopen die we zouden gaan doen. En was dat dan niet de marktwaarde? Dan kom ik bij de heer Gelling. Nee, dat was de ontwikkelwaarde. Je hebt een marktwaarde en je hebt een ontwikkelwaarde. En als je op een Heemspoort bedrijventerrein gaat maken, ligt daar toch een andere waarde onder dan de feitelijke marktwaarde. Toen wij met de familie weer in gesprek kwamen en de directe aanleiding was niet op zich de komst van het AZC. Ook al, ja, ik zat vandaag nog weer naar die tekst te kijken dat ik dacht, nou, hadden we misschien iets beter kunnen verwoorden, maar het heeft wel te maken met dat de mensen toch voor ook een deel hobbymatig, maar ook een deel beroepsmatig bezig zijn met de duivensport. En dat is een toch redelijk gevoelig traject met dag- en nachtritme, met verlichting enzovoort. Dat ze bij ons kwamen en ook bij u zijn geweest. Van ja, wij komen nu toch wel weer in een vreselijk lastige positie. En toen is er ook door sommigen uit uw raad gevraagd van, god, wij hadden wij hier nog met ze in gesprek. En dat hebben wij gedaan en we hebben daar de voorwaarden aan verbonden. Dat wij eventjes niet van ontwikkelwaarde uitgaan. Want we hebben, het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat we, dat heb ik ook steeds gezegd, AZC, er blijft een deel van de gronden over en er zal een eerste fase Heemse Poort, zal daar, willen we eigenlijk realiseren. Zo gauw de vergelijkbare kavels op Haardijk op zijn, moeten we eigenlijk wel zorgen dat we, en dat hebben we ook naar ondernemers toe beloofd, dat we kavels beschikbaar houden. Dus op termijn is zeker de bedoeling dat daar nog, ik noem het altijd de lichte en de wat consumentgerichte industriebedrijven komen. Maar goed, we hebben de onderhandelingen met hun geholpen op basis van marktwaarde. En dat is wat doet zo'n huis als je hem in de regio de verkoop hebt. En daar hebben wij een verwervingsprotocol opgezet. Hebben we samen met een adviseur van hun kant en onze adviseurs hebben een verwervingsprotocol gemaakt. Dat hebben we aan twee taxateurs gegeven. Eentje van hun en eentje van ons. En daar is deze waarde uitgekomen. En er staat één opmerking in. Er ligt op 3000 vierkante meter grond ongeveer. En mocht het gebied tot ontwikkeling komen als zijnde een bedrijventrein, dan wordt er gekeken, en daar hebben we wat afspraken over, of er een nabetaling moet plaatsvinden voor die 3400 meter grond. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. Dus de marktwaarde en de ontwikkelwaarde, dat zijn twee verschillende zaken in deze. Goed. Mag ik een korte aanvullende vraag stellen? Want dat is duidelijk. Alleen de postduifwaarde is ook weg in het stuk. En dat had de vorige keer in mijn beleving wel een significant onderdeel van de koopsom. Ja. Dat in. En waarom is die postduifwaarde nu vervallen? Nou, die postduifwaarde is op zich niet vervallen. Ja? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij hebben daar wel een bedrag voor opgenomen. Maar we hebben ook meteen aangegeven, daar zijn we aan het begin overeengekomen met de familie, dat wij niet weer in een discussie willen geraken van wat zijn nou de kosten voor een verplaatsing van zo'n bedrag. Daar hebben we, beide partijen hebben daar in het verwervingsprotocol mee ingestemd. Wel voor de voorziening voor de postduiven. Er is wel een bedrag voor opgenomen dat ze daar een fatsoenlijke voorziening voor kunnen bouwen. Ja, in het verleden was het een hoge bad. Nou, volgens mij heb ik dat wel toegelicht. En kun je me zo een bieding, kun je het bedrag wijzen? Ja, zeker als de omstandigheden veranderen. En je hebt een koper en een verkoper. Als die er niet uitkomen, kun je de onderhandeling stoppen. Dat kan van de ene kant, kan van de andere kant. En dan ontstaat er op enig moment, een x aantal jaren later, ontstaat er een nieuwe situatie. Ja, is dit wel of niet een precedentwerking? Wij vinden van niet, omdat dit eigenlijk de laatste woning is op het potentiële bedrijventrein wat we nog nodig hebben om straks die ontwikkelingen van Heemser Poort te doen. En we hebben hem, het is ook niet een precedentwerking in die zin dat we de ontwikkelwaarde nu betalen. We betalen puur daar en we zullen hem straks, als het gebouw, als de opstallen vrijkomen, is het de bedoeling dat als de bestemmingsplan er straks toelaat, zullen we daar waarschijnlijk een woon-werklocatie van gaan maken. Dat ligt in de lijn der verwachtingen. Ja, een vraag over nadelige effecten van het AZC. Ja, volgens mij hebben die discussie ongeveer een jaar geleden nog, of najaar vorig jaar gehad. Dus dat voelt mij nu te ver om daar verder op in te gaan. Ja, dat is een beetje lastig. Ja, dat
kan me goed voorstellen dat je zegt, hoe zit dat nu? Hè? Wij doen een beroep op de algemene dienst om een krediet beschikbaar te stellen. En we maken een grondexploitatie voor de Matenweg. Maar dat ligt besloten in de BBV, de richtlijn. Als je geen grondexploitatie hebt vastgesteld, en dat hebben we niet voor Heemse Poort, omdat dat nog veel te vroeg is, dan mag je dus ook niet zeggen van nou, we stoppen dit even in een fake grondexploitatie. Dan moet je vanuit de algemene dienst acteren. We hebben straks een keer een grondexploitatie en dan zal die terugverrekening weer plaatsvinden. Maar nu kunnen we niet anders dan de kosten in de algemene dienst zetten. En het Matenwegverhaal, dat is een kleine grondexploitatie die vanavond bij de stukken zit. Dus de BBV verbiedt ons om te zeggen, want ik zou zeggen van nou ja, 346 min 150, dat is 196, nou, daar kan wat tijdsverschil in zitten. Ja, dat is dan de enige. Maar de BBV staat niet toe dat wij, omdat we geen grondexploitatie hebben, dat in de grond in een niet vastgestelde exploitatie te stoppen. Voorzitter, mag ik daar een kleine vraag stellen? Dat begrijp ik, dat is ook logisch, alleen u verrekent wel met elkaar. Zou het dan niet correct zijn, want u maakt hier één A4'tje waarboven staat grondexploitatie van deze familie. En daar heeft u bij de uitgaven staan een jaarbedrag voor de verwerving van het perceel. En bij de inkomsten heeft u dan uit het grondbedrijf de opbrengst van het perceel dat ze gaan kopen. En in mijn beleving, want u hebt natuurlijk volgens mij juist zijn er twee gescheidingen, maar moeten ze dan niet als zodanig behandelen? Heeft u dan niet gewoon in de exploitatie, de grondexploitatie, een inkomstenpost ten bedrage van de verkoop Matenweg? Ja. En heeft u dan niet gewoon in de begroting een kostenpost van uiteindelijk volgens uw eigen calculatie €31.000 per jaar? En niet wat u op het einde constateert, dat u een winst maakt van €86.175. Nou, op de Matenweg. Nee, in het totaal staat hier op pagina 4 van uw stuk staat dat de grondexploitatie van het totaal sluit met een overschot van €86.175 positief. Ik kijk even naar mijn ambtenadviseur. Voorzitter, mag ik die even erbij vragen, want ik heb de getallen niet zo helemaal paraat nu. Ja. Ja, dus je kunt hier even aan de microfoon komen, dan kunnen de luisteraars thuis ook meegenieten. Ik zie je. Dan kan ik gewoon achter de sprekersstoel toe. Goedenavond, Robberens, Grondzaak en Ontwikkeling, Ruimtelijk Domein. Uw vraag ging over de €12.000 verwerving, Hichteling, begrijp ik? Ja, klopt. Die post is zo genoemd. In de grondexploitaties zijn er een aantal posten die een naam geven met betrekking tot wat voor kosten je daaronder brengt. Dit zijn deskundige kostenvergoeding, is hieronder verstaan, onder andere. Deze transactie is eigenlijk een aan- en een verkoop. Dus de voorstel is om een aankoop te doen aan de Polen-Dwarsweg en een verkoop te doen aan de Matenweg. En dan moet er tussendoor nog gebouwd worden, zeg maar. Die kosten die daarvoor die gele transactie gemaakt zijn, en dat werd daarop Prinsen gaf net al even aan, er zijn deskundige kosten mee gemoeid. En die kosten staan hier genoemd. En die hebben we aan deze kant geschoven. En die hadden we ook pons kunnen verdelen. We hebben ervoor gekozen om die zeg maar binnen de grondexploitatie Matenweg te laten plaatsvinden. Ergens moet het betaald worden. Dus dat is de keuze geweest en dat is die €12.000 uiteindelijk. Dan kom ik nog even terug, voorzitter. Ik begrijp dat er ergens betaald moet worden. Dat lijkt mij een uitdaging wat niemand betwist. De vraag is natuurlijk alleen of als je verkoopt uit entiteit 1, €150.000, je koopt in de begroting voor €346.000, of je dat dan zo met elkaar mag verrekenen. En wat u doet dan, ik mis ook nog dan de rente, hè, erboven staan 3,5%. Ik had even snel gerekend, 3,5% van 3,46, dat is 12.000. Ik dacht dat u dat als jaarbedrag had meegenomen, maar kennelijk moet u er nog ergens bij. Dan vraag ik me af, en dat is gewoon de meer principiële vraag, is het nou juist om die twee dingen met elkaar te vergelijken en uiteindelijk te presenteren alsof deze totale transactie een positieve grondexploitatie tot gevolg heeft van €86.175. Wat wel als motivatie meegeldt voor de besluitvorming die hieronder ligt. Ja, deze opzet zeg maar, is gemaakt voor de Matenweg. En daar staan geen kosten in verder voor de Polen-Dwarsweg. Nee, maar ik weet niet of we elkaar dan niet begrijpen. In dit stuk waar u beide voorstellen doet, eindigt u op pagina 4 met een overzicht financieel. En daar zegt u, en ik kan het nog een keer zeggen, maar dat de grondexploitatie sluit. Hè, dan heeft u het over de verwerving Polen-Dwarsweg 2. Dat staat boven financiën, daar begint u mee.
En in zin 2 heeft u het over de Matenweg en dan de grondexploitatie. U voegt het samen, zei u net, hè, voor het gemak. U moest het ergens laten vallen. Sluit dat met een overschot van 86.175. De locatie aan de Pollendwarsweg, dat is geen grondexploitatie. De grond is maar één grondexploitatie, dat is de grondexploitatie Matenweg. Ja? Vandaar ook dat we voor die aankoop moeten we naar de algemene dienst. Dus misschien is het textueel niet sterk verwoord, dat zou kunnen dat het tot misverstanden leidt. Maar wat ik ook zo pas al aangaf, wij moeten vanuit de BBV-richtlijnen bekosten vanuit de algemene dienst, omdat er geen vastgestelde grondexploitatie is. En Matenweg kent wel een grondexploitatie. En deze grondexploitatie sluit met een positief saldo van 86.000. Maar mag ik dan daar nog een vraag stellen? Dus laten we ervan uitgaan dat dat zo is. Hè? Dat is zo. Er staat ook dat de exploitatielasten die komen te lasten van het begrotingssaldo. Ja, nee, maar het grondbedrijf is verweven met de algemene dienst. Ja, maar dat is maar boekhoudkundige. De BBV verbiedt dat niet voor niks, hè, deze samenvoeging, als hij de BBV niet nodig had. Maar voorzitter, misschien is het idee om de technische discussie buiten deze vergadering te houden. Ja, ik vind het best als u heel snel naar huis wil. Dus het record gaat u niet meer halen. Wij zijn puur bezig op techniek. En voor mij hadden we dan juist met elkaar afgesproken dat we dat hier niet meer zouden doen. Nee, maar als ik nog één vraag, dan ben ik over het vertellen. Want dan, dus laten we ervan uitgaan dat dat anders is. En dat het, ben met u eens, wat ongelukkig geformuleerd is. Dan staat er bij verwerving nog steeds 12.000 euro. Waarmee u dan suggereert dat het perceel Matenweg wat nu verkocht wordt. Een verwervingskostprijs heeft gehad in totaal van 12.000 euro. Klopt. Daar zit geen boekwaarde, helemaal niks meer in. Dat perceel staat voor nul ergens in de boeken. 12.000 euro. Nee, dat waren de kosten van deskundigen, zei u. Ja, zit daarbij in. Ja, maar ik ben me eens dat het geheel niet een hele sterke indruk maakt, financieel. Nou, ik vind het een hele sterke indruk maken. Je koopt iets aan, je hebt de kosten bij je verkoopt het en er zit een bepaald resultaat tussen. Ja, dus even nog even onderstreept dan, dat is niet technisch, maar politiek. Als ik verwerving hier zeg, en dan zal ik dan nog even een klein vraagje uitstellen. De totale verwerving van dit perceel, wat verkocht wordt voor 150.000 euro, heeft in boekwaarde en deskundigenvergoeding een totale kostprijs van 12.000 euro. Dat is wat u zegt. Ja, okay, dat zeg ik. En daarnaast komt het bouwrijp maken, een deel, en nog wat andere kosten die erbij horen. Maar dat gaat in de woningbouwexploitatie nergens anders. Alleen, kijk, je zit met twee dingen. Je moet marktconforme kavelprijzen hanteren. Nou, dat is voor het buitengebied hebben we dat zeg maar op 150 euro gezet. En wat die aankoop is geweest, is op zich niet zo interessant. Wij kopen ook elders gronden aan voor 15 euro de vierkante meter. Dat is iets hoger dan deze. Ja, en daar komen een hele serie kosten bij. Maar als je in een nieuwbouwwijk zit, heb je veel meer infrastructuur aan te leggen. Want dit ligt aan een bestaande weg, maar dan moet je wegen en alles aanleggen. Ja, dit pakt dan goed uit. En kun je het dan niet veel goedkoper verkopen? Ja, dan zit je wel met een bepaalde marktconforme verkoopprijs die je zult moeten hanteren. Dat is de situatie. Ik wil dit punt eigenlijk... Wel afronden. Dan ga ik even verder. Een meerwaarde voor wie? Nou, het is een zeker ook een meerwaarde voor de gemeente als je kijkt in financiële zin. Of het voor het gebied een meerwaarde heeft, dat is altijd lastig te beoordelen. Maar het heeft ook wel een meerwaarde voor de familie die het hier betreft. Want die komen nu op een plek te zitten waar zij hun hobby, maar ook voor een deel van hun professie kunnen uitoefenen. Want het was ook een keuze. We hebben meerdere locaties in het verleden ook al aangeboden, ook al in 2012 in die tijd. Hebben meerdere locaties aangeboden. En hebben zij gekozen voor deze locatie. En nou, dat past ook bij de wijkersregeling. We hebben ooit een wijkersregeling vastgesteld dat als mensen moeten wijken vanwege bepaalde ontwikkelingen. Dat dan is de eerste vraag die we aan hun voorleggen, kun je iets bestaands kopen? En als ze dan niet iets geschikts vinden, dan gaan we samen met hen op zoek naar een plek die zij geschikt achter. Ze hebben er wel meer gehad in het verleden, mensen die moesten wijken van Broekland enzovoort. Nou, daar heeft de provincie zich toen akkoord voor verklaard en we gaan ervan uit. En dan kom ik bij de opmerking ook van de fractie van Op Koers. Wij zullen ons uiterste best doen, want we hebben niet voor niks afspraken met de provincie gemaakt over een wijkersregeling, om dit ook gewoon tot een goed eind te brengen. En daar zullen we ons uiterste best voor doen, dat zijn we ook... Ja, verplicht, maar je stemt niet voor niks bepaalde zaken met de provincie af. Dus ik ga ervan uit dat dat de goede kant op gaat. Helder, de beantwoording van de wethouder. Is er behoefte aan een tweede termijn? Alleen de heer Rodemond, zie ik het goed? De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik hoor tot twee keer toe in ieder geval de portefeuillehouder. Erkennen dat hier en daar
het voorstel wat zorgvuldiger had kunnen worden opgesteld. In ieder geval richting de vragen die ik heb gesteld, met name met betrekking tot de argumentatie rondom het AZC. En dus is eigenlijk mijn concrete vraag, kan de wethouder nog eventjes kritisch door de tekst heen kijken of we dat voor de besluitvorming in de Raad wat beter voor ons krijgen? Ik kijk even achterom. Ik hoor een voorzichtige toezegging. Goed. Dan ben ik voorzichtig blij. Oké, nou dat is fijn om te horen. Dat betekent dat we dit onderwerp kunnen afronden met mijn vraag of het een bespreekstuk of een hamerstuk moet worden. Ik wil nog wel even die vraag uitzetten. Het is technisch ter zake van de opbouw van die 12.000 euro. Maar als dat antwoord bevredigend is, dan zal ik intrekken mijn verzoek om het toch een bespreekstuk te maken. Oké, dus voorlopig een bespreekstuk mocht het anders worden gedacht. Gaan we het zo doen. Prima. Gaan we naar het volgende agendapunt. Dus agendapunt 5. Vaststelling, verordening, participatieraad, sociaal domein, gemeente Hardenberg 2016. Wie of wie wil het woord hierover? Ik breng... Meneer Rampel, meneer Reiling. Even naar buiten, niemand. Klokko Kost. Dan gaan we deze keer rechtsom. Meneer Brink. Voorzitter, dank u wel. Ja, iedereen moest meedoen. Dat is zo'n beetje de boodschap van de participatiewet. En hier hebben we in dit huis ook al veelvuldig over gesproken. De participatieraad is wat ons betreft een mooi instrument om te zorgen dat de participatiewet voor onze gemeente een succes gaat worden. We zijn ook blij dat na de invoering van de participatiewet op 1-1-2015 er nu een participatieraad wordt geïnstalleerd. En we hopen dat dit een succes zal worden en onderstrepen de werkwijze en gedachten. Desondanks hebben we wel een aantal vragen nog aan de portefeuillehouder, waar we graag nog wat verduidelijking over zouden willen hebben. Allereerst de taken. De taakomschrijving in het stuk vinden wij soms wat sumier. Maar er wel diverse termen genoemd, zoals de jeugdwet, de participatiewet, de WMO en de WSW. Alleen, ik ben een beetje aan het zoeken van, ja, op welke terreinen wordt nou de participatieraad ingeschakeld? Want ik zou er toch nog wel graag een aantal voorbeelden van willen noemen. Bijvoorbeeld toegankelijkheid van gebouwen draagt wel bij aan de participatiegraad van mensen. En ik zou wel graag willen van de portefeuillehouder willen horen hoe dat vorm krijgt. Blijft dat bij een BTB-groep zoals we die bijvoorbeeld nu hebben? Of is dat ook een taak van een participatieraad? Dan over de samenstelling. We hebben daar vandaag nog wat aanvullende stukken over gekregen. En de raad telt zonder voorzitter 13 leden. En mijn vraag is, waar komt het getal 13 vandaan? Waar is het op gebaseerd? En dan een tweede vraag die ik eigenlijk nogal veel interessanter vind. Dat heeft te maken met de samenstelling van de participatieraad. En er wordt bijvoorbeeld gesproken over het feit dat er één mantelzorger zal toetreden tot de raad. Ja, en waarom is dat één? Wij stellen... kwaliteit boven kwantiteit. En ik hoor graag van de portefeuillehouder van, nou, hoe is nou de samenstelling tot stand gekomen? En wat en waar is nou het uiteindelijke aantal op gebaseerd? Dan het voordragen van de voorzitter. Er wordt gesproken in een stuk dat dat wordt gedaan door een sollicitatiecommissie die een voordracht doet aan het college. En ik vraag mij af in hoeverre die voordracht bindend is. Kan het college daarvan afwijken of kan dat niet? Dat zou ik wel graag even willen horen. En dan tot slot, wat mij betreft ook een hele belangrijke, is de communicatie. Er wordt een stuk gesproken over de communicatie van de participatieraad naar het college. En mijn vraag is eigenlijk ook van, ja, hoe gaat die participatieraad nou communiceren naar ons richting raad? Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat als zo'n raad een jaar onderweg is, dat ze dan een keer naar ons toe komen voor een presentatie. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel graag inzicht willen hebben in de adviezen die ze uitbrengen op de collegevoorstellen die wij onder ons krijgen. Zoals we dat nu in de huidige systematiek bij de huidige adviescolleges ook krijgen. Ook daar wil ik graag wel even een toelichting op hoe de portefeuillehouder dat voor zich ziet. En tot zover mijn eerste termijn, voorzitter. Right. Meneer Van der Grappel. Dank u, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is content met de totstandkoming van de participatieraad. Nu, ruim een jaar na de start van de 3D's, is de vorming van een integrale en onafhankelijk opererende raad voor de wettelijk voorgeschreven participatie en advisering van het college een feit. Doel en taken van de raad sluiten goed aan bij de kaders van het sociale domein, zoals door onze raad zijn vastgesteld.
Hoewel wij de vorming van de participatieraad onderschrijven, hebben wij nog wel enkele vragen. De eerste vraag sluit aan eigenlijk bij de laatste vraag van de heer Brink. Hoe denkt de portefeuillehouder de raad te informeren, CQ te betrekken bij de adviezen en zienswijzen van de participatieraad die worden uitgebracht? Tweede vraag, de zetelverdeling. Wat betreft de samenstelling valt het ons op dat naar verhouding de vertegenwoordiging op basis van specifiek de jeugdwet wat mager is. Hoe kijkt de portefeuillehouder daartegen aan en wellicht welke oplossingen zijn hierin denkbaar? Tot slot, in artikel 12 staat dat de participatieraad jaarlijks voor 1 mei aan college verslag doet van bevindingen en activiteiten. Gelet op de belangrijke positie van de raad als adviesorgaan, zouden wij ons kunnen voorstellen dat naast college ook de raad hierin wordt opgenomen. Dus ook graag de reactie van de portefeuillehouder hierop. Tot zover. Dank u. Dank u wel, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit ook aan weer bij de vorige insprekers. En toen ik het stuk las, kwam ik inderdaad ook op de eerste 12 mensen die dan deelnemen in de participatieraad. En mijn vraag werd eigenlijk een beetje gestimuleerd door het mailtje wat we vanmiddag kregen. Dus dat er nog iemand werd bijgevoegd. Ja, wat gebeurt er straks als er nog een belangengroepering vindt dat ze ook een zitting moet hebben in deze participatieraad? Komt het dan weer bij de raad? Of is de participatie bij de gemeenteraad? Of is de participatie zelfstandig bevoegd om zeg maar, het aantal leden uit te breiden? Dat eerste. Tweede, dat is eigenlijk meer een opmerking alvast naar de participatieraad toe. Rooster van aftreden. Er staat in nu van 4 jaar. Nou, als je 13 of 14 mensen dadelijk in de raad hebt zitten, dan lijkt mij veel beter om daar een goed roulatieschema in op te bouwen. Wordt wel aangegeven, maar dus dat we niet over 4 jaar in één keer weer een volledig nieuwe participatieraad hebben. En ja, het doel van de participatieraad. Participatieraad is niet bevoegd om te adviseren in individuele gevallen, klachten, bezwaarschriften en andere zaken. Dat vind ik een heel duidelijk statement. Ik wou nog even over de sociale ombudsman weer beginnen, maar dat laat ik bij deze maar achterwege. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk heel kort een aantal vragen. Kan de wethouder nog even een toelichting geven op de wijzigingen? En daarbij ook bevestigen dat de huidige adviesraden zich positief uitspreken over het voorliggende stuk, inclusief de wijzigingen. En puur uit nieuwsgierigheid, ik ben benieuwd of de huidige adviesraden nog een poosje in stand blijven na vaststelling van deze verordening. En dat ze wel op termijn worden opgeheven of dat ze wellicht blijven bestaan. Tot zover uw vragen. De wethouder is klaar voor wat antwoorden. Meneer De Vent. Dank u, voorzitter. Ja, ik denk een mooi moment vind ik dit ook. Participatieraad, we hebben volgens mij destijds in het beleidsplan vanuit Samen Doen dit ook gezegd, dat we dit zouden willen gaan vormen. Juist vanuit de integraliteit van de 3 decentralisaties was het ook bij deze tijd om te werken vanuit 1 participatieraad. En dat is misschien wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeg ik dan ook maar. Want het vraagt ook het nodige aan kennis, informatie, ervaring om daar heel breed met elkaar ook goed naar te kijken. En ik prijs mij gelukkig als wethouder dat wij 3 raden hebben die zich heel erg serieus met deze taak hebben gekweten. Want het voorstel wat eigenlijk voor u ligt, dat is een hele nauwe samenspraak met die 3 raden gemaakt. Dus als u mij vragen stelt, stelt u die eigenlijk ook indirect aan die raden zelf. Wij hebben gezegd, hoe ziet u die samenstelling nou zelf? Dat moet alleen vertegenwoordigd zijn. En dan kun je discussiëren over aantallen. Maar het gaat vooral, denk ik, wat ons betreft veel meer over kwaliteit. En aandachtsgebieden die binnen die decentralisatie juist een plek zouden moeten hebben. Dus op voorhand dank ik de inzet van de 3 raden, bij de totstandkoming van dit document. Het was ook niet altijd een even gemakkelijk traject. En dat bedoel ik heel erg positief, omdat ik merkte dat de 3 raden ook eigenlijk zelf vanuit hun eigen kennis en ervaring ook een stevige informatiebron hadden ontwikkeld en ook graag die verankerd wilden zien in de nieuwe participatieraad. Dus dat was ook even snuffelen aan elkaar, wennen aan elkaar.
Maar uiteindelijk heeft men gezegd, we doen het uiteindelijk voor het algemeen belang. En we gaan ook met elkaar, met een volle stoom, door. Dus wat voor u ligt nogmaals, is het product van de totstandkoming van een intensief traject met die drie raden. En daarvoor dank ik ze nogmaals. Dan kom ik bij de vragen. Ik begin met meneer Brink, CDA. De taakomschrijving, ja, die is natuurlijk ook vooral technisch ingezet. Maar ik kan u verzekeren dat deze raad ook een hele brede vertegenwoordiging heeft, ook van niet genoemde groepen of doelgroepen bijvoorbeeld. Als u denkt bijvoorbeeld aan dat gebouwen en toegankelijkheid, dan is het natuurlijk essentieel. Dat is ook wat wij in het licht van de hele inclusieve samenleving zeg maar steeds benadrukken. Dat zal er ook zeker een onderwerp zijn wat in die participatieraad terugkomt. Indirect dan waarschijnlijk via het gehandicapte platform Hardenberg. En in directe zin via die participatieraad. Want achter die participatieraad gaan natuurlijk heel veel achterbannen schuil. En we hebben ook gezegd, wij vinden het belangrijk dat juist die vertegenwoordigers in die participatieraad, die leden, met die achterban voeding en voeling houden. En waarom 13? Dat kom ik ook bij de vraag van mevrouw Kloekast uit. We hadden er 12, maar uiteindelijk, toen het klaar was en bij u lag, toen hebben wij nog eens een keer goed gekeken naar met de participatieraden, of raad, en de oorspronkelijke drie raden. Vorige week heb ik nog een overleg met ze gehad, met de voorzitters. En toen kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk een partij ontbrak waarvan we vonden dat die wel hierin moest. En dat is de Diakonaal Platform. Want ook de kerken spelen met name een belangrijke rol, zeg maar, in heel veel maatschappelijke vraagstukken. En op een uitdrukkelijke wens, ook van de raden zelf, is toen gezegd, we willen graag toch een 13e lid. Dus het getal is niet om het getal gekozen, maar om de wens om het aantal van 12 met 1 uit te breiden. Voorzitter, mag daar een kleine aanvullende vraag over stellen en ook even een kleine opmerking bij maken. Want wij zijn ook heel erg blij dat die kerken uiteindelijk in de vorm van Diakonaal Platform de 13e zetel vormen. Dat kan ik even heel helder neerzetten. Daar zijn we als partij ontzettend blij mee. Alleen, wat mij een heel klein beetje verbaasde, is als je kijkt in het stuk op bij artikel, moet ik even goed kijken, op pagina 2 staat, dan zie ik op een gegeven moment bij argument nummer 3, dat er wel een hele, het wel heel breed maatschappelijk draagvlak is, hè, voor de raad, en dat geloof ik ook. Maar ik denk dan wel van ja, als er heel breed maatschappelijk draagvlak is, waarom krijgen we dan nog op zo'n korte termijn nog de mededeling dat er toch nog een 13e zetel bij komt. Waar we overigens nogmaals heel blij mee zijn. Maar het verbaast ons wel een beetje, omdat we denken van ja, hoe breed is het draagvlak dan en hoe zeker is dat? Dus dat was eigenlijk een beetje ons punt. Nou, ik denk dat het meer een kleine omissie van onze kant is geweest, zeg ik dan maar. Dan dat we daar een hele discussie met elkaar over hebben gehad. Want in alle gesprekken met de raden is volgens mij de aanwezigheid juist vanuit die samenleving vanuit kerken benadrukt. Alleen hebben we dat niet meegenomen, zeg maar, uiteindelijk in de uitwerking. Dus in die zin, denk ik, is het gewoon een correctie. Dan uw vraag rondom waarom één mantelzorg. Ja, je kunt met elkaar discussiëren over aantallen. Belangrijk vinden wij kwaliteit. En we hebben natuurlijk de mantelzorg die de vertegenwoordiging doet in die participatieraad. Die zal ook nadrukkelijk met de achterban en ook via Carinova, waar wij mantelzorgondersteuning via verlenen. En ook met de stuw contact houden juist met het hele werkveld. Dus ik vind het aantal nog niet zozeer spannend. Dat is wel meer de kwaliteit van degene die in de participatieraad de zetel heeft. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat al die 13 leden ook gaan over dit onderwerp. Hè. Dus laten we ook niet zeggen van we hebben één iemand die er verstand van heeft en die mag dan vervolgens zeggen hoe het gaat. Zo werkt het natuurlijk niet. Alle 13 zijn ook verantwoordelijk op dat moment voor dat onderwerp. Voordracht van de voorzitter vraagt u naar. Ja, dus, wij hebben ook gezegd, er komt een voordracht naar het college toe. Formeel gezien zouden we daarvan kunnen afwijken, maar als u weet dat ook de portefeuillehouder onderdeel uitmaakt van de sollicitatiecommissie, zou mij dat wat verbazen, maar goed, u weet het nooit. Communicatie, ik denk dat dat belangrijk is, maar ik zou u ook willen uitdagen als raad om zelf ook contact te zoeken met de participatieraad. Kijk, wat wij doen bij collegevoorstellen, dat is natuurlijk altijd een voorstel laten vergezellen met een advies van de raad op het moment dat er ook om gevraagd is. Want dat bent u ook voor mij, volgens mij zo gewend. Maar het staat u vrij om ook zelf contact te zoeken in de aanloop naar belangrijke beslissingen binnen het sociale domein. Om eens te horen van de participatieraad, los van hun formele advies, hoe ze kijken naar bepaalde ontwikkelingen. Die democratie hebben wij nu eenmaal.
En daar kunt u volgens mij als raad ook prima gebruik van maken. En wij zullen samen met de participatieraad kijken van hoe we, wat we kunnen doen op het terrein van communicatie. Om te voorkomen dat we straks weer nog allerlei websites in de lucht moeten houden, zeg maar, waar niemand weer de weg kan vinden. Even een opmerking. Ja, mijn knopje doet niet helemaal wat ik moet doen volgens mij. Maar los daarvan. Even een korte vraag nog. Ik hoor u zeggen van, u bent van mij gewend dat ik eigenlijk altijd de adviezen van de raden bij de stukken voeg. En dat zijn we inderdaad van u gewend en dat waarderen wij ook, althans onze fractie zeker. Maar hoor ik dan, u dan ook zeggen dat dat zo blijft? Of hoor ik dat niet goed? Ja, het lijkt me evident dat wij een participatieraad hebben. En dat nemen we uiterst serieus. En juist in het belang zeg maar, van alles wat voorkomt rondom het sociaal domein, alle belangrijke besluiten die we moeten gaan nemen over de transitie en transformatie, dat je hem dan bij uitstek de raad betrekt. En dat we ook vragen om een advies van hun kant. Want draagvlak krijg ik pas op het moment dat ik ook van een participatieraad hoor. Ja, de richting die u kiest als college, daar kunnen we achter staan. En het advies dat deelt u dan ook met ons als raad? Uiteraard, want u krijgt dan als het goed is. En volgens mij zei ik ook, dat is volgens mij ook wel wat we normaal gesproken doen. Dan krijgt u ook bij de voorstellen altijd het advies van de participatieraad. En het kan ook wel eens een keer zo zijn dat de participatieraad zegt van nou, we hebben een afwijkend advies. Dan heb ik volgens mij uw vragen beantwoord, meneer Van der Gramp, ook voor een deel uw vragen. Dus het betrekken van de raad bij de gemeenteraad in dit geval, bij de participatieraad. En met name als het gaat om officiële documenten en voorstellen. De zetelverdeling jeugd, ja, je kunt zeggen ook maar, dan kom ik weer op het getal uit. Ik vind het belangrijk dat daar goede vertegenwoordiging in zit. En ik denk ook dat het aan de participatieraad zelf is om na een half jaar of na een jaar eens te kijken van hoe gaat het nou? Hoe zit het met die vertegenwoordigingen? En laat ze ook zelf maar ontdekken of ze vinden dat een bepaalde post voldoende zwaar is ingevuld of niet. Dus wat mij betreft is het ook een model om verder te ontwikkelen. En ik ben ook blij dat we niet met de club van 25 nu aan de slag gaan. Want dat werkt wat minder effectief, denk ik. Ik denk dat het aantal wat nu voor ligt, ook in het kader van besluitvorming, dat komt toevallig uit met 13 in plaats van 12, best een goede is om mee te starten. Voorzitter, mag ik er even op inhaken? In de verordening worden natuurlijk wel groepen, namen en rugnummers concreet met aantallen genoemd. En je kunt wel zeggen van, laat de participatieraad kijken naar de onderlinge verdeling. Maar het staat hier wel zo genoemd, dan moet je weer de verordening gaan wijzigen. En ik zie bijvoorbeeld wel drie vertegenwoordigers, cliëntenparticipatieraad. En nogmaals, maar één vanuit jongeren, dat kun je een beetje dan linken aan de jeugdwet. Maar ja, ik blijf dat heel mager vinden hoor. Nee, maar goed, wij hebben dat ook gedaan op basis van het voorstel wat de raden zelf met elkaar hebben ingediend rondom ook de zetelgetallen en aantallen. En ik denk dat daar, maar misschien is het ook goed dat u dat nog eens met de participatieraad zelf bespreekt. En wij hebben gezegd van, wij vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. En laten we ook maar eens na een half jaar of een jaar kijken van of er behoefte is om op onderdelen met een zwaardere bezetting te komen. Maar ik ben daar niet zo bezorgd over, moet ik eerlijk zeggen. Nou, uw opmerking over het jaarlijkse verslag voor 1 mei, ook de raad informeren, lijkt me helder dat u ook het verslag van de participatieraad krijgt. Dus dat neemt u erbij op als tekst in de verordening? Wat zegt u? Sorry, dan wordt college en raad geïnformeerd zoals dan in de verordening staat? Ja, want volgens mij is dat ook de afspraak die u wel sowieso al met u hebt. Als er een verslag van een participatieraad of een raad komt, dat u die ontvangt, dat lijkt mij helder. Nou, ik heb volgens mij de heer Reiling uw vraag ook al beantwoord rondom de uitbreiding. Waarom die heeft plaatsgevonden. Ja, alleen is het dan aan de participatieraad of aan de gemeenteraad of die uitbreiding? Nou, in feite is het aan de participatieraad om met een voorstel te komen. En u bent als gemeenteraad aan zet om te zeggen van we willen het niet. Als u zegt van we willen geen participatieraad, ja dan moet u het nu zeggen. Rooster van aftreden. Ja, ik denk wij hanteren nu al het rooster van aftreden. Zoals dat nu ook al volgens mij gaat binnen de bestaande raden. Het is niet zo dat iedereen in één keer verdwijnt na 4 jaar en dat we dan met een volledig nieuwe club te maken hebben. Want er zijn nu diverse leden die ook straks in een nieuwe participatieraad, als het goed is, want ze gaan een voordracht doen van de leden. En we moeten wat officieel nog dan bevestigen. Maar dan is het niet zo dat iedereen dat in één keer leeg loopt.
Ik kijk ook even naar iemand op de tribune die daar heel veel van af weet. Dat klopt, zegt hij. Ja, en het is goed dat u nog een keer benadrukt, meneer Reiling. Geen individuele gevallen. Want dat is ook altijd benadrukken. Ik heb zelf ook meestal 1 of 2 keer per jaar met raden een overleg. We hebben geen ombudsfunctie. Het gaat hier om toetsen van beleid wat wij maken. En dan is het wel eens goed om aan de hand van een voorbeeld het beleid te toetsen, maar niet om individuele gevallen te benadrukken. En dan tenslotte, mevrouw Kloekas vroeg ook nog naar de datum waarom die aangepast is. Dat hebben we gedaan omdat de inwerkingtreding pas plaatsvindt op het moment dat wij de leden hebben benoemd. Nou, als u over 2 weken dit document vaststelt, dan kunnen we aan de slag met de benoemingen. En dat gaat dan net niet meer lukken voor 1 mei. Voorzitter, daar waren we aan. Dank u wel daarvoor. Is er behoefte aan een tweede termijn? Bloekhorst, meneer Van Trampel en meneer Brink. Nou, gaan we deze keer linksom. Mevrouw Bloekhorst. De portefeuillehouder was vergeten een vraag te beantwoorden, volgens mij van mij. De laatste vraag, wat gebeurt er met de huidige raden? Blijven die parallel bestaan? Worden die opgeheven? Wordt het de achterban? Ben ik nieuwsgierig naar. Er komt zo een antwoord op. Meneer Van Trampel. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ga toch nog eventjes door op het onderwerp van de raad betrekken bij de adviezen die door de participatieraad worden uitgebracht. Ik denk dat het heel passend is, gelet op de zwaarte statuur van de participatieraad, dat het college eigenlijk gewoon dat het in de verordening wordt verankerd. Dat de adviezen die de participatieraad uitbrengt op zaken betreffende het sociale domein aan het college, betreffende raadsvoorstel, dat die dus ook naar de raad toe gaan. Ik lees nu in het voorstel ook van de raden, de raden zijn akkoord, maar er is geen brief of geen voorstel bijgevoegd. Mag ik hier een kleine opmerking over maken? Want ik heb de portefeuillehouder heel duidelijk horen zeggen dat hij aan het verzoek van meneer Van der Gampel tegemoet gaat komen. Dus ik heb iets gemist of luister ik niet goed? Ik ben het even kwijt. Ik heb het ook gehoord, maar ik niet zo duidelijk. Maar dan hoor ik graag de bevestiging van de portefeuillehouder dat dat in de verordening wordt verankerd. Ja, maar die is de bevestiging dan. Ja. De portefeuillehouder zal zo dadelijk daar nog wat over zeggen. Dit was uw bijdrage, meneer Van der Gampel. Dan tot slot, meneer Brink. Nou, ik blijf wel een beetje verbaasd, maar ik heb ook nog een nieuwe vraag. En die gaat eigenlijk even, ik hoorde de portefeuillehouder in het begin van zijn betoog iets zeggen dat het wel makkelijk is om met 1 raad te werken. Of iets van die strekking. En toen dacht ik in één keer van ja, wij werken natuurlijk bestuurlijk met Ommen al best wel behoorlijk samen. Dus mijn vraag is er ook overwogen om bijvoorbeeld 1 participatieraad te maken voor Ommen en Hardenberg? Want ik weet dat Ommen al een tijdje in heeft. En vindt er ook bijvoorbeeld een overleg plaats tussen de participatieraad van Ommen en Hardenberg, want uiteindelijk hebben we een beetje dezelfde systematiek van werken. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, dan gaan we dat nu horen. Wethouder de Vent. Dank u, voorzitter. Mevrouw Kloekhorst, ik had inderdaad uw vraag me even ontschoten. Het is zo dat de raden nu nog formeel in functie zijn. Er komt binnenkort een voorstel voor benoeming van de leden van de raad. En tot die tijd blijven de 3 raden nog steeds in functie. En zoals, als het zo gaat zoals wij het vermoeden dat het gaat, dan zal een deel van de huidige leden van de huidige 3 raden overgaan naar de nieuwe participatieraad. Dus tot die tijd blijven ze in stand. Maar dat betekent in het geval dat we ze allemaal benoemen, dat we dan per 1 juni, moet ik het goed zeggen, de leden kunnen benoemen. En dan gaan we nog met de voorzittersrol aan de slag. Dat is eigenlijk de route die wij nu voorstaan. Mag ik even kort reageren, voorzitter? En de mensen die niet benoemd worden in de nieuwe participatieraad, maar die wel in de 3 raden nu zitten, blijven die dan nog bij elkaar komen in de vorm van een soort achterban of voor de participatieraad? Of is dat meteen opgeheven? Nee, de oude vorm, heel plat gezegd, die houdt op. En kijk aan wat de leden die niet meegaan gaan doen. Ja, dat is aan de leden zelf. En ik kan me voorstellen dat ze zeggen, nou, wij blijven toch zijdelings betrokken. Indirect bij de participatieraad. Maar dat is meer aan de leden zelf. Dus daar ga ik niet over. Ja, meneer Van der Gampel, volgens mij stond het, als ik het goed heb, niet letterlijk zo in de verordening naar wat u vraagt.
Dat klopt. Ja. En ik ben niet van plan om de verordening te wijzigen, zeg ik maar, heel plat. Want ik heb ook aangegeven dat wij automatisch bij collegevoorstellen, waarop wij ook advies vragen van de participatieraad, dat we die automatisch toevoegen aan het verslag. En het staat u ook zelf vrij als raad om contact te zoeken met over bepaalde onderwerpen met de participatieraad. Dus ik zou niet weten waarom we dat nu nog weer moeten gaan verankeren. Dat is een werkwijze die we al hanteren. En ik voel er niks voor om dat nu in de verordening nog eens keer een nieuw artikel toe te voegen. Voorzitter, een kleine opmerking. Voor mij heeft dit ook te maken met een basis van vertrouwen die we met elkaar hebben. Precies. Dat zeg ik niet zo raar. Dat is wat ik zeg. En meneer Brink, de participatieraad met Ommen, dat is een mooie. Want daar kennen ze ook een participatieraad, die is volgens mij ook al ingesteld. Toen dacht ik, ja, het lijkt me een mooie uitdaging om ook eens met de buren in Ommen contact te nemen. Misschien doen jullie dit al. Ja, dat is al contact, hoor ik. Dus het is ook aan de partijen zelf om van elkaar te leren. Maar die contacten zijn inmiddels al gelegd. Nou, laten we gebruik maken van die ervaring. Dat zou ik willen zeggen. Oké, dank u wel. Wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk wat u betreft? Bespreekstuk. Oké, dan gaan we dat doen. Dan kunnen we dit agendapunt wat mij betreft ook afhandelen. En zijn we toegekomen aan agendapunt 6. Dat is de rondvraag. Zijn er mensen? Ik zie heer Jonkhans. Er is niemand? Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is ons, de fractie van de ChristenUnie en van de Partij van de Arbeid, gebleken dat de bladhekken nodig gemist worden in diverse kernen en dorpen. Dat is bij ons in de gemeente en dat is ook gebleken dat diverse plaatselijke belangen daar ook gehoor aan hebben gegeven. Veel bladafval is namelijk afkomstig van openbaar groen. En burgers ruimen die graag op. Burgemeesters ook hoor. Pluim. Maar het past niet altijd allemaal in de groencontainer. En we hebben daarbij de volgende vragen daarom de wethouder aan te geven wat de mogelijkheden zijn tot terugplaatsing van die bladhekken de aankomende herfst. Ik kijk achterom, kan dat? Wethouder, dat kan. Wethouder Jansen. Als dat kan betekent, u hoeft alleen maar ja te zeggen, dan kan het niet. Ik bedoelde ermee of u de vraag kon beantwoorden. En dat kan u, tenminste dat hoop ik. De vragen waar de heer Jongers mee komt, die zijn ook bij mij terechtgekomen in het rondje langs de plaats van belangen. We hebben hem toen ingezet in het kader van bezuinigen. Dat we zeiden van... blad kan in de groene container elke 14 dagen, dat scheelt al een stuk, dus er kunnen wat minder bladhekken enzovoort. Mensen kunnen ook zelf gratis brengen, dus daar hebben we een aantal dingen gedaan. Maar de hoeveelheid vragen heeft er wel toe geleid dat ik met mijn afdeling heb afgesproken dat we een evaluatie maken van hoe hebben we het nu gedaan. En daar hebben we nog even tijd voor, want de blaadjes moeten nog weer aan de bomen komen. En dat we op basis van die evaluatie gaan kijken van hoe gaan we volgend jaar verder? En dat zou zomaar kunnen zijn dat er volgend jaar weer wat meer bladhekken staan dan er nu hebben gestaan. Dat acht ik bepaald niet onmogelijk. En of we nou precies op het oude systeem terechtkomen, dat lijkt me ook niet. Maar we moeten er even goed naar kijken. En dat gaan we doen. En dat komt linksom of rechtsom bij u. Helder, dan is het volgens mij het einde van de vergadering. En dan kan ik deze sluiten. En is er nog gelegenheid... Tot een kort samen zijn met een drankje. Tot de volgende keer.